Hi, welkom bij Just Cooking. En vandaag gaan wij rivierkreepjes bereiden en schoonmaken. Begin met het doorsnijden van de kop van de rivierkreef. Leg hierna je kruiden in een pan met water. Snijd dan een ui in grove stukken en leg ook die in de pan. Doe dit ook met de geschilde wortels. Breng het daarna aan de kook. Pak dan nu het middenstaartje van de rivierkreef, draai dit en trek zijn darmpje eruit. Kook de rivierkreefjes daarna voor 2 minuten en koel het dan meteen terug in ijswater. Pak dan een rivierkreefje en draai zijn kopje eraf. Druk dan voorzichtig het staartje in en verwijder de schaal aan één kant. Verwijder dan ook voorzichtig het rivierkreeftenvlees. En dan nu een gerechtje. Begin met het opwarmen van de staartjes in een pannetje boter met zout en peper. Dan heb ik hier een bordje met uitgesneden grapefruit en bietenblad uit Leo's tuin. Leg hier dan de staartjes bij en daarna ook wat bieslookbloemetjes. En als laatste veer ik het samen met een heerlijke bisk. En dan nog één tip, gooi de kreeftenkoppen en de schalen niet weg. Hier kan je namelijk heerlijke bisk van maken. Kijk hiervoor een Jules Cooking kreeftenbisk. Bon appétit!